Ja, Inge, het zwemstadion in Eindhoven, het is voor jou geen onbekend terrein. Nee, dat klopt. Ik heb hier... heel veel mensen denken dat ik hier ook heb getraind, maar dat is niet het geval. Ik heb wel vorig jaar zomer meegedaan aan de EK Masters. Ja, en daar, dat was wel gelijk een knaller. Ik heb heel lang niet gezwommen eigenlijk. Vanaf 2004, mijn laatste Olympische Spelen, tot pak een beet vorig jaar. En sporadisch maar 6-7 keer gezwommen. En ik zet in dit bad, ja, dat mag toch een mooie bad, zet ik een Europees record neer. Ik win hem. Ja, en bijna net zo snelle tijd als die ik heb neergezet. Mijn winnende tijd in Sydney in 2000. Dus ik was echt ook heel erg euforisch. Ja. En nu ben je gevraagd als jurylid voor het programma Sterren Springen. Ja, toch een heel andere tak van sport. Nou, dat is geen sport, daar kan je het niet mee vergelijken. Maar het is wel iets nieuws wat ik met beide handen heb aangegrepen. Waarom? Omdat ik het... Ja, het is toch iets nieuws wat ik aan mijn lijstje kan toevoegen. Hè? Ik ben eigenlijk altijd deelnemster geweest van bepaalde programma's. Maar nog nooit gefungeerd en acte de présence gegeven als jurylid. En daar ben ik wel enorm trots op, ja. Kijk je dan ook met je echte zwemmersoog naar de kunstwerken die de sterren afleveren? Ja, ik ben uiteraard wel aangenomen voor deze job. Omdat ik heel erg affiniteit heb met de 5 sporters die er aan deelnemen. En ik kan me heel goed inleven in het moeten presteren, in het incasseren van teleurstellingen. Ik voel die spanning die er heerst bij de kandidaten. Ik leef mee met een teleurstelling en ik ben euforisch als ze een goede sprong maken, absoluut. Schoonspringen is natuurlijk een heel andere sport dan het zwemmen wat jij altijd gedaan hebt. Maar geeft dit soort programma's nou bijvoorbeeld ook extra aandacht voor de zwemsport? Nou, zeer zeker voor het schoonspringen op zich, tuurlijk. Dat wordt heel erg belicht en in de spotlight genomen. Dus ik denk dat het zeer zeker goed is voor het schoonspringen. Laten we het daarop houden. En tuurlijk, mijn neefje en mijn nichtje zitten hier ook en die doen aan waterpolen. Maar die vinden het ook machtig mooi om te zien. Het is sowieso mooi dat de zwemsport wordt belicht. Dat vind ik echt mooi om te zien. En wat vind je ervan dat het hier in Eindhoven gebeurt? Ja, Eindhoven de gekste. Dat is natuurlijk voor mij een déjà vu. Dat vind ik alleen maar mooi. Het is het mooiste bad van Nederland. Dus beter kan je niet treffen dan het hier te doen. SBS6 heeft goed uitgekozen. Absoluut. En wat vind je ervan, de manier hoe het in beeld gebracht wordt? Ja, het schijnt nog spectaculairder te zijn dan vorig jaar. En ik moet je zeggen, zeker als de kandidaten op het platform staan of op de duikplank. En je hoort keihard die heartbeat, hè, die hartklopping. Nou, daar krijg ik zelf bijna ook hartkloppingen van. Ik leef echt met die kandidaten mee. Ik vind het echt spannend. En de spanning wordt opgevoerd met licht, geluid en decor. En ja, ik vind het echt subliem gemaakt, dit programma. En zo wordt het zwembad in één keer een televisiestudio. Zo is dat. Hey, zo kan het ook. Dankjewel. Graag gedaan.